Met zijn hond Mistral voor onze herder van ongeveer 2 jaar bereid gevonden om een deel van het Pizza 1 programma te laten zien. Die zal dadelijk beginnen met het programma. En Jan, kom naar voren met je hond. Volgend programma is natuurlijk afwijkend van het type programma. Gelijk de disciplines ook met elkaar. Het zijn 2 hele aparte disciplines van elkaar. KNPV kent 1 volgend programma aangelijnd, 1 onaangelijnd en 1 met de fiets. En de parcours ligt echt vleeswaren op de grond wat de hand moet weigeren. Jan die begint met het aangeleid volgen. De KNPV in het vast diabo. Je gaat van pion A naar B naar C naar D. Deurmeester uit. Die leiden hier normaal stukken vlees op de grond. Oké, Jan, je mag de hond aflijnen en bij de tussenpion mag de hond dan even naar rechts wisselen. Losvoor de hond moet dadelijk tussen deze 2 pionnen wisselen aan de kant van de glijder van de andere kant op commando. Nu het volgen. Elke oefening van de KBV begint 25 meter voor aanvang bij de keurmeester. Op dat gaat het algemene pijl in en moet de hond onder de pijl meegenomen worden. Ook het eindigen van de oefening is 25 meter voorbij de keurmeester. Als de inbinden de KNPV kan verder nog een aantal sprintsoefeningen. Sprint van de meter, de 81 en de 2,25 breed. Afleggen. Kleine voorwerpjes. Maar om het een beetje kort te houden hebben we gaan we rustig verder met het programma. En we beginnen dadelijk met de oefening voedselweigeren. Jan legt de hond dadelijk af. Helpen komt in zicht met vlees en hand. Biedt de hond het aan en de hond moet weigeren. Gaat uit zicht. Dan verzoek ik de helper Dik Smid naar voren te komen en de hond te verleiden met voeten. Twee stukken voedsel zullen aangeboden worden, opgedrongen worden naar de kop van de hond en de derde wordt de hond tegemoet worden. Je ziet de hond weigert keurig, het is wel lastig voor. Dankjewel. Kom Jan, terug oefening. Vanuit het voedselweigeren gaan we ook naar het voorwerp bewaken. De hond wordt neergelegd bij de tas. Moet daar in principe 3 minuten blijven liggen, waarbij in principe de bewakingsdrift wordt getest en dan komt de helper in zicht en zal proberen de tas te pakken. Dit is een verkeering, want de hond moet zelf afleggen. Komt voorlangs, maakt de beweging, komt dan terug, maakt dan wel een grijpbeweging. Of moet dan neerbijten en moet zelfstandig weer loslaten en terug gaan naar het voorwerp. Zoals ik al aangaf, ligt de hond normaal 3 minuten op het voorwerp. We korten het in tot een goede 30 seconden. Want 3 minuten afleggen is niet prettig en nog meer moet doen. U ziet de hond bepaalt zelf de inbeet. Laat los en gaat keurig terug naar zijn horen. De keurigoefening. Dik weer naar Jan, je mag terug naar je hond. Keurig. We krijgen nu de oefening transport. Houdt in dat de hond in tegenstelling aan de andere kant bij de helper loopt, geleide loopt aan de rechterkant. Na ongeveer 20 passen zal de helper iets laten vallen, de hond moet apporteren af aan zijn baan. Volgens gaat het transport verder en gaat de pakwerker slingeren. De hond mag niet inbijten. Ga je gang, Jan. De helper probeert te laten vallen, de hond pakt het op, brengt bij zijn baas. In het wedstrijdreglement de geleider pas de helper tot stand maar brengen als de hond met de kop voorbij is. Na een paar passen zou de helper gaan slingeren. We gaan nu over tot de eerste steloefening, dat is een stoksteloefening.